Ook in Nederland kun je nog genieten van tuinhistorie. Ik ben nu in de tuin van Mien Ruys en zij was een van de eerste vrouwen in de tuinwereld in Nederland. En haar invloed is tot op de dag van vandaag merkbaar. Wil jij weten welke tuintips Mien Ruys voor ons ook vandaag de dag nog in petto heeft? Kijk dan vooral dit filmpje verder. Mijn naam is Elisabeth Scholt van Scholt Tuinadvies en Ontwerp en ik help mensen aan hun tuin naar hun hart. Met een uniek ontwerp, een mooi beplantingsplan en goed advies zorg ik dat ook jij blij wordt van je tuin. Hoewel ze 100 jaar geleden al begon met haar experimenten en haar tuinloopbaan, zijn veel van de dingen die zij heeft bedacht nog steeds toepasbaar in de moderne tuin. Misschien in een nieuwe jasje, maar nog altijd actueel. De border die je hier ziet is inmiddels een rijksmonument. Het is moeilijk voor te stellen dat dit 100 jaar geleden zo vernieuwend was. Mien Ruys was een pionier in het combineren van vaste planten. Ze hield van rechte lijnen en een weelderige beplanting. Die combinatie is ook in de moderne tuin een heel goed idee. Het ziet er niet alleen prachtig uit, het is ook nog een keer onderhoudsvriendelijk. Het pad van oude betontegels inspireerde Mien Ruys tot het ontwerpen van de griontegel, de voorloper van de gewassen grintegel. Wie van duurzaam houdt, kan dit soort tegels voor allerlei leuke dingen gebruiken in de tuin. En je kunt ze vaak ook nog ergens gratis ophalen ook. Mien Ruys verzon ook confectieborders. Dat waren pakketten met vaste planten die je zo in je eigen tuin kon toepassen. Ook nu nog kun je bij veel kwekerijen kant-en-klare bordenpakketten bestellen. Mien Ruys is super bekend geworden door de toepassing van bielzen in de tuin. Daarmee creëerde ze kleine hoogteverschillen die een tuin veel spannender maken. Zo creëerde zij ook een verdiepte tuin. En ook dat is nu nog steeds een goed idee. Het is mooi om te ontdekken dat in de tuinen van Mien Ruys ook nog steeds volop geëxperimenteerd wordt om de gevolgen van klimaatverandering te weerstaan en ook om de biodiversiteit te bevorderen. En dat is de laatste les die ik meeneem uit de tuinen van Mien Ruys. Stop nooit met experimenteren in je tuin. Vond jij dit filmpje leuk? Abonneer je dan op mijn kanaal Zin in Tuin met Elisabeth Scholt. En druk ook even op het belletje, dan hoef je nooit meer een filmpje van me te missen.